Hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik ben weer naar boven verbannen. Want de hele familie is weer thuis. Altijd als ik hier zit, ben ik naar boven verbannen. Want dan is het, wij mogen ook nooit niks zeggen. Want, en we mogen niet eens praten. En we mogen niet zuchten. Want dan praten ze er doorheen. En dan denk ik van, het is donderdagochtend. Je hoopt gewoon dat iedereen dan opgerot is. En dat is dan niet. Anyway, een opgemaakt filmpje. Hij zit goed vol. Het is een flinke mand. En ik ben echt afgelopen maand losgegaan. Ik ga gauw beginnen, want het principe kennen we. Kleenex Tissue Box. Deze had ik 3-in-1 setje bij de macro voor iets van 2 of 3 euro. En dan vind ik dat nog wel waard. Ik ga gewoon weer die van Kruidvat halen. Ik heb nou nog 1 box staan. Die staat nou op mijn beauty tafel. Als ze op zijn, dan koop ik ze niet meer. Dan koop ik ze gewoon van de Kruidvat. Misschien deze ooit nog wel, zoals weer eens in de aanbieding zijn. Want dat waren ze toen bij de macro. Heel fijn. Heb ik altijd. Kaarsen. Het is natuurlijk kerst geweest. En dan gaan er kaarsen doorheen in mijn huis. Ik had nog een kaars opgemaakt. Nee, mijn vader weggegooid. Dank je. Een groot vaccinelichtje stond in zo'n tasje met zo'n kerstboom erin. Waardoor heel die kerstboom mooi ging opleven. En die is op. Deze is ook opgegaan. Dit was zo'n kaarsje in een glas wat vast zit aan het glas. Hier zou je nog ooit wel een vaccinelichtje in kunnen zetten. Misschien ga ik dat nog wel doen. Moet ik even kijken. En dan heb ik ook nog 2 geurkaarsen bijna opgemaakt. Maar die kunnen nog met oud en nieuw mee. Dus ik denk die ga ik dan ook niet opbranden. Dan zullen die de volgende video wel zien. Haarproducten. Zijn er veel deze maand. Glissgeur, serum deep repair spoeling en shampoo. Deze kocht ik in Duitsland voor 1,75 per stuk. In Nederland zijn ze al 3-4 euro per stuk en daar dus goedkoop. En deze vind ik echt geweldig. Heel vaak zeg ik van shampoos, misschien koop ik ze ooit nog wel een keer opnieuw. Deze koop ik zeker opnieuw. Net als die shampoo, de Kokos Boost van André Lon. Vond ik ook echt geweldig. Maar deze waren echt heel goed. Dus ze waren echt fantastisch. Iets wat ik minder fantastisch vond, is het Garnier Ware Schatje Loveling Blend. Is dat bij ons. Tiefenpflege masker. Een diep reparerend masker. Dat was hij niet. Hij was prima, maar voor de naam verwacht je meer. Wat ook grappig is dat er hier veel minder voedende ingrediënten in zitten dan in de conditioner. Dus ik vond hem niet zo fijn. Ik koop hem ook zeker niet opnieuw. Dan ga ik liever voor de conditioner die ik overigens alweer opnieuw heb gekocht. Balea Hitze Shoot Spray. Een hittebeschermer voor de föhn. Als je haar nat is en je gaat het dan föhnen, dan doe je dit erin. Ik vond deze prima. Hij beschermde mijn haar goed. Ik kan het nooit zo heel goed zeggen. Van doet hij dat nou echt goed? Maar mijn haar werd niet droger dan anders dan dat ik een andere gebruikte. Alleen hielp deze iets minder goed tegen het pluizen. Die van L'Oreal en die van John Frieda doen dat iets beter. Ik heb er nou eentje van Got2B en van Isana, het eigen merk van Rossmann. En die ga ik een kans geven en anders haal ik deze opnieuw. Maar voorlopig hoef ik die dus niet opnieuw te kopen. Haarverf. Ja, ik heb, ik al zei, best wel haarproducten opgemaakt. Haarverf, violette kleur van Sayos. Ik was er niet zo heel erg tevreden over. En had vooral te maken met het feit dat de kleur nou alweer aardig uit is. Na 5 keer was of zo. 6 keer max. Ook was hij niet zo heel erg intens. Als je dit zo ziet, dan verwacht je hem intenser. En natuurlijk, je ziet er wel de paarse gloed doorheen. En je ziet dat het violet is. Maar ik vond hem niet zo geweldig. Ik ga mijn haar ook weer rood verven. Want ik ben violet nou al bezat. Omdat de kleur gewoon niet mooi is. Haarspray maak ik iedere maand eentje. Op deze maand is het de Oil & Care voor pluizig en droog haar. Werkte prima, fantastisch. Ik heb geen voorkeur in dit soort dingen. En ik ga morgen naar Duitsland en dan koop ik die van Glissgeur weer. Want ik heb hier geen voorkeur in. Deze vind ik heel erg dat die op is. Dat is de Organic Anti-Breakage Keratin Oil Conditioner. Deze zag je in mijn favoriete artikeltje op mijn website. In de maand oktober of november. Ik dacht oktober. En deze is echt geweldig. Die maakt mijn haar zo goed. En zeker voor de dode punten. Ik kan gewoon zien dat ik hem al even niet meer heb gebruikt. Want ik heb gewoon dode punten weer. En deze, dat is ook logisch. Want er zit zoveel keratine in. En argonolie. Even kijken. Keratine is het 5e ingrediënt. Argonolie is het 6e ingrediënt. Dus het kan ook gewoon niet anders dat hij goed is. Hij is prijzig. Hij is 11 euro. In Nederland overigens niet te koop. Wel in Duitsland. Daar is hij 9 euro. Maar hij is het echt waard. Ik vind hem echt goed. Badproducten.
heb ik 2 opgemaakt. De Knijp Crème Bad Spuurbaar Zacht. Dit was een heel neutrale geurtje. En dat vond ik ook wel eens lekker. Want ik heb altijd best wel sterke geur. En dit is gewoon een lekker neutraal geurtje. Het deed me een beetje aan Nivea denken. Het was niet dezelfde geur, maar een beetje zo'n soort geurtje. En deze was heel lekker. Ik ga iedere dag in bad. Ja, iedere dag. Erg, hè? Wel duur. Ja, maar goed. Daar hoeven jullie je geen zorgen over te maken. En dus dit gaat er ook wel hard doorheen. Dit, ja, vind ik gewoon lekker. Want ik ben ook niet van, oh, een heel klein beetje. Ik ben gewoon, pff, heerlijk. Balea Krauterbad Minze en Oranje. Ontspannend en belevend. Eerst hadden ze de dennengeur hiervan. Die vond ik geweldig. Heb ik 3 flessen toen gekocht. Zijn alle 3 opgegaan. En nou is dit de vervanger. Ik vind deze minder lekker. Hij is wat meer voor in de ochtend. En wie gaat er nou in de ochtend in bad? Hij is heel erg opwekkend. En in bad hoef ik geen opwekkend product. Want ik ga s'avonds in bad. De meeste mensen denken als ze in bad gaan douchen, doen veel mensen 's ochtends. Maar s'avonds gaan mensen in bad. Dan hoef ik niet een opwekkende geur. En daarom koop ik deze niet opnieuw. Vond ik niet zo lekker. Doucheproducten. 3 stuks. Alleen maar douchefoams. Ik ben losgegaan met de douchefoams. De Elderflower en Raspberry van de Ethos. Super lekker. Kleintje. Ging was naar op. Maar hij is ook heel klein. Maar ik denk sowieso als je een grote variant hebt, dat je er ook niet heel lang mee doet. Super lekker. Heel erg warm. Warm fruitig geurtje. Die Elderflower heb ik dan nog nooit geroken. Maar je rookt er ook wel echt de framboos doorheen. Dit is wel echt eentje die ik ook in het groot zou willen kopen. Kruidvat Naturus Aroma. Deze schreef ik een review van. Toen zei ik, hij kost maar 1 euro. Ja, dat klopt, omdat hij eruit ging. Oink. Maar hij is heel erg lekker. Misschien is hij nog bij sommige kruidvatse koop. Dat je hem ergens in afprijsbak ligt. Dus het is gewoon helemaal maar ook heel erg lekker. Met Caring Oil. Nou ja, die argenolie staat helemaal onderaan. dus dat zal niet veel uitmaken, maar was wel lekker. Een groot favoriet. Zag je in mijn favorieten van november. The Ritual of Light van Rituals. Dit is zo'n lekkere geur. Echt warm en citroen. Ja, daar zit een beetje citroen, zeg ik. Het heet ook Sweet Orange en Cinnamon. En dat is ook hoe ik hem zou willen omschrijven. Een beetje kaneel, een beetje zoete sinaasappelgeur. Echt zo lekker voor in de winter en vooral voor 's avonds. Lekker helemaal schoon. Prima. Kleintjes nog, douchegels. Een Lush Rose Jam, kleintje van 100 gram. Ik heb er een fles van 250 gram. Super lekker, warm, rozig. De verpakking bewaar ik, want ik heb nu 5 lege Lush verpakkingen. En dan krijg ik een gratis masker. Dus die bewaar ik, maar super lekker. Even daar niet alleen aan squakken, anders nog weer. Hier zat echt nog maar een heel klein beetje in aan het begin van de maand. Ik denk, nou, ik douche er 1 keer mee en dan is die op. Dat gebeurde ook de Davidoff Cool Water for Women. Heerlijke geur. Hetzelfde als het luchtje. Wel heel erg geparfumeerd. Maar dat is logisch als je bedenkt dat het een parfum douchegel is. Maar ik koop hem niet opnieuw. Want mijn huid werd er toch wel een klein beetje droogjes van. Daar heeft mijn huid niet snel. Maar met dit soort dingen wel. Een setje. The Body Shop Spiced Apple. De kerstcollectie. Ik heb nou nog de Vanilla Chili's ook bijna op. En die Frosted Berries. Ja, super lekker. Ja, wat ik al zei, het is veel deze maand. De verzorgende body milk van Nivea kreeg ik in een afscheidspakketje van de Albert Heijn. Heel erg lekker. Hij is wel snel opgegaan. Je doet er niet heel zuinig mee. Omdat ik ook gewoon sowieso niet zuinig ben met body lotion. Ik ben op kwak, kwak, kwak. Ik vond hem echt heel lekker. Heel erg lekker neutraal. Ook voor in de avond heel fijn. Maar toch koop ik hem niet opnieuw. Want het tweede ingrediënt is paraffinium. Liquidium. En dat is vaseline. En vaseline is mega verslavend. En ik merkte ook als ik deze een week achter elkaar had gebruikt. En dan een dagje niet dat mijn huid droog werd. En dat heeft mijn huid nooit. Dus ik koop hem niet opnieuw. Hoewel die wel echt super lekker was. Maar mijn huid was er gewoon verslaafd aan. Nou ja, een paar dagen gestopt. Andere producten gebruikt. Dus dan had ik nergens last meer van. Een handzeepje. De Iced Guava Colada van Bath & Body Works. Ik heb nog 3 andere staan. Eentje met perzik. Eentje met cinnamon. Die is heel lekker voor nu trouwens. En eentje met fresh water iets. Dit zijn echt aanraders. Ze maken heel goed schoon. Ze ruiken heel lekker. Deze rook heel erg zoet. Ik was hem halverwege wel beu. Want dan is het wel een geurtje waar je heel erg aan went. Wat dan gewoon te sterk wordt. Maar dit zijn aanraders. Kun je helaas alleen in Amerika of Australië kopen. Maar alsnog topproducten. Een Red Prop Sour Shop.
shower scrub. Een kleintje van de Body Shop. Verpakking bewaar ik ook al super lekker. Een beetje citrusachtig, een beetje zeeachtig, een hele frisse geur. Ik denk dat mannen dit ook nog wel lekker zouden vinden zonder dat hij unisex of mannelijk is. Ja, hij is wel unisex, maar niet mannelijk. Heel lekker. Misschien koop ik hem nog een keertje opnieuw. We zijn er nog niet, hè? Babyolie, rijke babyolie. Deze heb ik 4 jaar lang voor mijn gezicht gebruikt. Iedere keer als ik in december en november zwart was. Haha, hoe kan dat toch? Dan heb ik hier mijn schmink ermee afgehaald. En dat werkt heel goed. Dan gewoon een paar druppeltjes zo. En dan alles goed meenemen. En dan ga je onder de douche staan. Sproei je het af. Doe je wat zeep om de olie weg te halen. Wat face wash. En dan is die prima. Hartstikke top product. Ik hoef niet meer per se opnieuw die van Zwitserland. Want die van Kruidvat zal even goed zijn. Gezichtsverzorging. En dan heb ik nog wat troepjes. En dan is het klaar. De Estée Lauder Take It Away Makeup Remover Lotion. Hier komt de review van online. Ik vond hem niet boeiend. Hij is in zo'n klein dingetje heb ik hem gekocht. In een setje. En dat was prima om mee te nemen op vakantie. Maar hij is duur. En ik denk dat je met Michelin reinigingswater even ver komt. Ik had hem gebruikt onder de douche. Daar kreeg ik panda over van. Toen ben ik hem droog gaan gebruiken. En daar werkte die prima voor. Maar niet beter dan micellair water. En dat is gewoon stukken goedkoper. Dus ik koop hem niet opnieuw, maar hij was wel prettig om een keer te gebruiken. 2 verzorgingsproducten voor mijn gezicht. Regenerating Serum kocht ik in Amerika. Een kleintje, ik denk, kan ik hem proberen. Blij dat ik hem niet in het groot gekocht, want er zit bomvol siliconen. En dat voel ik ook echt. En dan heb ik altijd het gevoel, als ik zeg maar mijn siliconen om mijn gezicht smeer, dat mijn nachtcreme niet goed intrekt. Dat het... ja, zeg maar een soort van waste is, omdat het niet goed intrekt. Snap je nou wat ik bedoel? Maar hij was wel prima. Er zit ook veel niacinamide in, maar dan denk ik, die kan niet doordringen door al die siliconen. Maar goed, ik heb nou gaan weer over op mijn aqua serum van Balea. Nog eentje van Estée Lauder. Ik ben van Estée Lauder. Ja, 2 producten. Advanced Night Repair Eye. Dat kocht ik ook in hetzelfde setje. Hij was goed, maar mijn huid heeft dit nog niet nodig. Dit is echt zo'n hulpmiddel als je helemaal gerimpeld bent en helemaal zo'n gerimpeld fossiel bent, dan kun je dit goed gebruiken. Maar ik nog niet, want ik ben nog jong, maar ik heb nog niet al te veel rimpels. Laten we dat ook vooral zo houden. Of afkloppen. Maar hij was goed, maar niet, ik koop niet opnieuw, want ik heb hem niet nodig. Maskers. Nog meer. Dadelijk. Sephora Visage Lotus Face Mask. Prima, maar niet boeiend. Laat ik zo zeggen, ik weet niet meer exact wat ik ervan vond. Dus dan zal ik hem niet boeiend hebben gevonden. Ook niet slecht, maar ook niet boeiend. Dus die koop ik niet opnieuw. Wel is prima voor een keer. Hier zou ik een review van maken in filmvorm. Is er niet meer van gekomen, want ik dacht, shit, dat moet ik nog doen. En toen was het al december en was heel die box niet meer verkrijgbaar. Want deze komt uit de Steltone box. Ik moest niezen. Gezondheid, dankjewel. Hij was echt leuk, gewoon om een keertje te gebruiken. En hij ging inderdaad bubbelen. Marianne van Beauty in a Moment, die zei, hij bubbelt niet vanzelf. Maar bij mij wel, ik weet niet, niet in 3 seconden, dat is allemaal marketing. Maar ik kreeg er wel een trekkerige huid van. Dus voor 10 euro, want dat kost het ding, niet. Nog eentje van Garnier, reinigt die poren je Sulfort en Tiefen werkzaam. Deze vond ik heel fijn. Ik heb er nog een halfje van. Ik ga morgen naar Duitsland. Had ik al gezegd. Koop hem zeker opnieuw. Want ik vond hem fijn. Heel erg lekker klein maskertje. Was ook goed voor mijn vette huid. Purity Made Simple. Een kleintje One Step Facial Cleanser. Die andere zijn 3-in-1. Ik bewaar het flesje. Want die kan ik bijvullen met mijn eigen Purity. Die kan ik meenemen op vakantie. En dat vind ik handig. Purity is top. Wist je al. Even alles wat ik moet bewaren daar neerleggen. Dan zie ik hier nog, even kijken, want ik dacht dat ik er meer had. 2 ampulletjes met serum, gezichtsserum, Rival de Loop. Heb ik al mijn haren. Hyaluron Booster, niet geweldig, niet fantastisch. Ik ben ze nou echt aan het gebruiken om ze op te maken, want ik merk geen verschil in mijn huid. Maar even goed. Of ja, goed. Nou, nee, eigenlijk niet. De Balea Beauty Effect Lifting Cure. Deze vond ik ietsjes beter. Ook uit Duitsland, de Duitse drogist. Maar ook niet om over naar huis te schrijven. Dat ik denk van, wauw, die moet ik nog een keer hebben. Maar ze zijn wel prima op zich.
Dan heb ik deze twee nog. En dan nog iets anders. En dan make-upjes. En dan zijn we klaar. Twee pakjes wattenschijfjes. Deze was aan het einde van de maand bijna op. Heb ik opgemaakt. En de rest van de maand heb ik deze gebruikt. Dit is de Sensitive. En deze zijn de gewone. Ik vul. Sios Color Seal Conditioner heb ik los van de haarverf gedaan. Omdat ik er 3 keer mee heb gedaan. Prima, maar niet om over naar huis te schrijven. 2 dingetjes voor het bad nog. Van die badparels. Echt van die ouderwetse jeugdsentiment badparels. Zijn op. En ik heb ze expres de verpakkingen verwaard. Omdat ik het gewoon leuk vind om te laten zien dat ik die gebruik. Dan hebben we nog de make-upjes. Of make-upjes. 1 ding en mascara. Dan zijn we klaar. De All About Matte Oil Control Make-up Base. Deze vond ik jaren geleden geweldig. Toen hebben ze hem eruit gehaald. Ben ik andere dingen gaan proberen. En sindsdien mis ik hem niet echt meer. Want ik heb afgelopen maand opgehaald. En ik denk, oh ja, die had ik ook nog. Die moet ik maar eens opmaken. Dus ik heb vervangers gevonden. Maar hij was wel echt heel erg goed. En ze heeft nu ook een nieuwe primer. Nog niet geprobeerd. Dan hebben we tot slot. Ja, dit is echt het laatste. Mascara's. Dit zijn allemaal mascara's die niet goed meer zijn. Deze kreeg ik van een vriendinnetje van de voetbal. Mijn assistent trainster. 100% waterproof mascara van Rimmel. Maar die was al helemaal droog. Maar deze was gewoon helemaal uitgedroogd toen ik hem kreeg. Dus die moet helaas weg. Ik heb hem wel nog een keer geprobeerd. Hij was wel prettig, maar ja, toch te droog. 2 van Lancôme. Liggen veel te lang in mijn kast. Ik denk allebei al 1,5 jaar moeten weg. Anders krijg ik er last van. Dan heb ik nog een donkerbruine mascara van Max Factor. De Masterpiece Transform. Ik vind de laatste donkerbruine mascara's echt super fijn. En deze vond ik ook fijn. Maar hij is uitgedroogd en te oud. Dus hij moet weg. En dan hebben we de Lash Princess mascara nog van... Dan hebben we de Lash Princess mascara nog van Essence. En deze vond ik echt goed. Zeker voor de prijs die je ervoor betaalt. Anyways, dit was het. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het kijken. Als je wilt abonneren, top. En heel graag tot de volgende keer.